Goedenavond allemaal. Welkom bij deze lezing van Studium Generale. De lezing gaat over contant geld, of het contant geld dat verdwijnt. Maar allereerst even kort Studium Generale voor degenen die er niet bekend mee zijn. Studium Generale is een onderdeel van de TU Delft. En wij organiseren allerlei verbredende lezingen, zoals nu op een avond of tijdens de colleges in de lunchpauze en dergelijke, over alle mogelijke onderwerpen eigenlijk. Dus als u geïnteresseerd bent, kijk vooral nog op sg.tudelft.nl na deze lezing. En dan nu het onderwerp van deze avond, dus het contant geld dat verdwijnt. Ik ben zelf iemand die eigenlijk vrijwel alles contactloos pint, sinds dat kan. En ik ben heel benieuwd of ik dat na deze lezing nog durf te doen. Want vanavond hebben we hier Kees van de Water van Stichting Handje Contantje. En deze stichting maakt zich hard voor het behoud van contant geld. Want op het moment dat contant geld verdwijnt, dan heeft dat natuurlijk allerlei gevolgen voor onze privacy en de vrijheid. En ik zal meteen het woord aan u geven. Ik ben heel benieuwd wat we te horen krijgen vanavond. Fantastische inleiding, dankjewel. Zoals ze zegt, mijn naam is Kees van de Water. Ik heet jullie ook hartelijk welkom bij deze lezing over contant geld. De lezing heet Contant geld verdwijnt. Daar gaan we het zeer uitgebreid hebben. Maar voordat ik zelf van start ga, zou ik graag willen weten wie van jullie het boek 1984 van George Orwell gelezen heeft. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30%? Ja, 1984. En wie van de andere mensen hebben die überhaupt ooit gehoord van George Orwell? Dat wel, nou, oké. Nou. Waarom ik die vraag stel is omdat wij van Handje Contantje het idee hebben dat we nu al in 1984 leven. Nou, daar zijn we natuurlijk ver voorbij, maar daar zijn we op een andere manier ook ver voorbij. En hoe dat zit, daar gaan wij het uitgebreid over hebben. Ja, dit werkt ook. Wat is contant geld eigenlijk? En als je Fok en Sukke heel verdrietig ziet kijken, dan denken ze al een vrek, dat is maar gewoon papier. Maar wat is contant geld nog meer? Contant geld is ook vrijheid. Het is een manier van betalen die, waarbij niemand over je schouder meekijkt. En wat is de waarde van geld? De waarde van geld is eigenlijk gewoon... Ja, de waarde van het papier wat er voor hun op het tafeltje ligt. Of van de oud-ijzerwaarde van de muntjes. Maar waarom geven wij dan waarde aan geld? Hechten wij waarde aan geld? Nou, dat komt, dat noem ik het geloof in geld. En het geloof in geld is gewoon een beetje een rode draad door deze lezing. Of het geloof. In zijn algemeenheid is een rode draad door deze lezing. Dan hebben we niet het geloof in een God, maar het geloof in deze God. En de instituten die met de creatie van deze God te maken hebben. We geloven in geld omdat we vertrouwen in geld. Omdat we het vertrouwen hebben dat je met geld dingen kan kopen die wel waarde hebben. En daarom heet geld ook fiduciair geld. Ik heb er fiducie in, ik heb er vertrouwen in. Een andere naam voor het geld is fiat geld. Dat heeft de betekenis dat je dat de staat door middel van wetgeving waarde aan geld toekent. Maar waar komt het geloof vandaan? Ik zei, dat is een rode draad door deze lezing. Waar komt het geloof vandaan? Waar komt geloof in het algemeen vandaan? Dat kan van binnenuit komen. Ik wil iets heel graag voor elkaar krijgen. Ik wil dat bereiken. En ik weet zeker dat ik dat kan. En ik geloof erin. En dan is het eerst geloven en dan zien. En dan krijg je het ook voor elkaar. Dat is geloof van binnenuit. Maar het geloof van geld, dat is een geloof wat van buitenaf komt. Dat hebben we heel vaak te horen, dat geld waarde heeft. Dus dat, je zou het ook een conditionering kunnen noemen. Een gedachte die heel vaak ingeprent wordt, is een conditionering. Dus het geloof in de waarde van briefjes en van geld op je rekening, dat is ook ons ingeprent. Nou, de,
De naam van de lezing is Contant geld verdwijnt nou en. Nou, als je die naam of als je die titel hebt, dan is het natuurlijk ook wel interessant om te weten van hoe weten we dat contant geld verdwijnt? En nou en, waarom is het dan niet zo best? Zou er iemand in de zaal een idee hebben waarom dat het verdwijnen van contant geld niet zo best is? Ja. Precies, dat zijn twee hele goede argumenten. Alles wat je doet is traceerbaar en de banken maken een bankrun onmogelijk, inderdaad. Ik herhaal het eventjes, want dan staat het ook op beeld of op geluid. Nou, er zijn een paar fenomenen waarmee we kunnen zien dat contant geld verdwijnt. Ik doe er hier een paar, want ik kom er straks nog verder op terug. Maar bijvoorbeeld in Italië en Frankrijk mag je maximaal nog maar 1000 euro contant afrekenen en de rest moet digitaal. Nou, je ziet ook in het straatbeeld zie je steeds minder flappetappen en bankfilialen. En zeker op het platteland, die verdwijnen steeds meer. Nou, wat net de inleider, die zei van ik doe alles contactloos. Dus vroeger was het nog hier kun je pinnen, maar zo dadelijk is het hier hoef je niet meer te pinnen. Dus je ziet gewoon dat het percentage van financiële transacties, van betalingstransacties, van contant geld ten opzichte van digitaal geld, dat het aan het inzakken is. En waarom is het niet zo erg best? Nou, we hebben hier een mooie quote van Rick Smits, die in juli 2015 een stuk schreef over het verdwijnen van contant geld. En wie het contant geld wil afschaffen, levert de hele maatschappij met huid en haar uit aan de gillen en nokken van de banken. Dat is precies wat je net al zei. Aan de andere kant, contant geld is natuurlijk ook gewoon lastig. Hè? Als je bij de Albert Heijn staat en er staat weer zo'n bevend oud vrouwtje van 85 de portemonnee om te keren. Waardoor je denkt van shit, verkeerde rij. En iemand die daar aankomt, die zwaait even met zijn pinpasje, pinloze pasje, langs die lezer en die loopt vervolgens met de boodschappen naar buiten. Dus dat is lastig. Maar contant geld, ja, dat gaan we straks nog uitgebreid bekijken, dat staat ook vooral voor je vrijheid. En het gaat ook niet zozeer om dat contant geld makkelijk is of niet makkelijk, want ik vind, ja, het zou nog veel makkelijker zijn als ik gewoon eigenlijk helemaal niets hoefde te doen om te betalen. Dat ik gewoon naar buiten liep en dat het geld van mijn boodschappen automatisch van mijn rekening af. Dus dat zou heel handig zijn. Maar het gaat om de systemen en de mensen achter de systemen, waardoor wij toch dit niet zo'n heel erg goed idee vinden. En toen kwamen we op het idee om... Oh, niet op dit idee. Toen kwamen we op het idee om handje contantje te beginnen. 8 juli vorig jaar, op woensdag, werd ik wakker met het idee van ik ga een site beginnen die zich bezighoudt met het verdwijnen van contant geld. En ik weet niet waarom dat ik ingeving had. Ik noem het ook altijd een onbevlekte ontvangenis. Het gebeurde gewoon. En ik ben er eigenlijk heel blij mee, want het is contant geld, dat begrijpt iedereen. En het is een hele mooie ingang om met mensen over privacy en vrijheid te praten. Dus dat is wel goed werk. Op die dag toen belde ik meteen, welkom, die dag belde ik meteen Miranda Slop. Ik kende Miranda van, we zijn collega's geweest bij de alternatief nieuwswebsite Earth Matters in Groningen. En ik wist dat zij bezig was met een webdesign cursus en een cursus om websites te bouwen. En ik denk, nou dan kan ik mooi de inhoud doen en kan zij de vormgeving en de techniek doen. En tegenwoordig doet ze alles, nog veel meer dan ik. Dus daar ben ik wel blij mee met die keuze. Het doel van handje contantje, ja, dat is niet zozeer, dat is de aanleiding is het behoud van contant geld. Maar waar het echt om gaat is dat we een beweging willen vormen die ons geboorterecht gaat terugclaimen. Namelijk vrijheid. Dat is waar het om gaat. En wij zijn ook niet een club van de pure inhoud. Er zit bij ons geen, we zijn nog maar met z'n tweeën, dus we zijn ook wel op zoek naar uitbreiding van de fractie.
Maar wij zijn eigenlijk van de verbinding. Wij proberen mensen die weten wat er aan de hand is, bij elkaar te brengen met mensen die wakker aan het worden zijn voor wat er aan de hand is en die behoefte hebben aan kennis en aan hoe doe je het nou en wat moet je nou doen. Dus daar komen we aan het eind van deze lezing ook uitgebreid op terug. Dan wil ik eventjes het vluchtplan van deze lezing met jullie doornemen. Ik wil het grotere perspectief van contant geld met jullie doornemen. Het verdwijnen van contant geld doe je met je privacy en je vrijheid. Nou, welke ontwikkelingen zijn er op mondiaal en monetair terrein die laten zien dat contant geld verdwijnt, maar ook wat dat contant geld verdwijnen, het verdwijnen daarvan, dat het ook maar een van de aspecten is van wat er aan het gebeuren is, waardoor we onze vrijheid aan het verliezen zijn. Dan het derde is, hoe ziet de geldschepping en de rente eruit? Jij leent geld van je buurman, dat geld schept hij uit het niets en hij vraagt hier rente voor. Huh? Nou, zo werkt het ongeveer, alleen is de buurman dan toevallig iemand die bij een bank werkt en die snapt wat hij aan het doen is. Vierde punt, de organisatie van de geldschepping en de rente. Nou, dan gaan we kijken naar de architectuur van de macht. Naar het onzichtbare achter onze politiek en onze politieke leiders. We gaan ook kijken naar iets, naar zoiets als psychopathie. Want dat speelt hier ook een belangrijke rol bij. Vijfde punt is onze monetaire weersvoorspelling. Hoe gaat het, hoe zien wij de financiële toekomst? Hebben we een Big Bang of zien we gewoon langzaam alles achteruit gaan, zoals nu? En het zesde punt, wat doen we eraan? Nou, waar wij op weg zijn is, wij willen Sheldrake's zijn 100ste aap bereiken. Voor mensen die daar niet mee bekend zijn. We willen een bewustzijnskanteling realiseren eigenlijk. Zodat nou, op het moment dat er genoeg mensen bewust wakker zijn, dan kantelt het vanzelf. Dus dat is waar wij naartoe willen gaan. En daarna is er ruimte voor het vragenvuurtje. En dat mag ook tussendoor trouwens. Dus als iemand een prangende vraag heeft, dan kan het ook gewoon tussendoor. Oké, contant geld in een groter perspectief. We hebben het al een paar keer aangehaald. De relatie contant geld, privacy en vrijheid. Het is ondertussen denk ik wel duidelijk dat op het moment dat je contant betaalt, dat niemand daarin mee kan kijken. En op het moment dat je digitaal betaalt, dat mensen dat wel kunnen. Banken, overheden, grote bedrijven. En wat het betekent voor je vrijheid? Nou, werd net ook al gezegd, zouden we geen contant geld meer hebben, dan wordt invoering van negatieve rente mogelijk. En ik heb HEO gedaan, alweer heel lang geleden. En daar heb ik kwam toevallig op zolder mijn boekje tegen over geld en banken en over zwart geld. En dat heb ik nog even zitten doorbladeren en ik ben niets tegengekomen van wat ik hier nou sta te vertellen. En ik ben door de meneer die daar zit, Ad Broeren, die heeft drie jaar geleden, 2013, een boek geschreven. Dat heet Geld komt uit het niets. En dat las ik in Groningen bij Earth Matters. En daar heb ik toen 10 bladzijden uit gelezen tijdens het ontbijt. En toen heb ik een soort moment van posttraumatische stressstoornis ben ik mee naar kantoor gegaan. Omdat ik denk van, verrek, zit de wereld zo in elkaar. En dat hadden ze mij niet verteld, op de middelbare school niet en op de HEO ook niet. Dat is toch een beetje vreemd. Gaan we kijken naar hoe zit het met je privacy? Nou, als we het aan deze mannen moeten overlaten, niet zo best. We lopen eventjes je hele levensloop door. Je wordt geboren. En van dat criminele feit wordt aangifte gedaan. Dus wordt geboorteaangifte gedaan. Nou, dan ga je vervolgens met je moeder naar het consternatiebureau. Waar je te horen krijgt dat je dat niet uitmaakt of je op of boven of onder die lijn zit. Maar dat het toch niet goed gaat met je kind. Maar los daarvan, alles wat er met je kind, wat zij over jouw kind weten, dat wordt in een systeem vastgelegd. Dus het is al. Je hebt vanaf dag 1, zou ik maar zeggen, van de eerste bezoek af bij het consultatiebureau, heb je een profiel, word je bijgehouden. Daarna ga je naar de kleuterschool. Dan begint je eerste CITO-toets en dat houdt niet op totdat je van de middelbare school afkomt, of zelfs van de universiteit. Dus ook tijdens je hele
Schoolcarrière, wordt er een dossier van je bijgehouden? Heb je ADHD? Ben je een moeilijk kind? Ben je een makkelijk kind? Ben je intelligent? Ben je lui? Nou, ja, ze weten alles van je. Dus als je van school komt, dan ligt een profiel van je klaar. Nou, dan ben je zo oud dat je alleen mag reizen, hetzij met je eigen auto. Je bent de straat uit en je kenteken is geregistreerd. En het gebeurt nog vele malen voordat je op de plek bent aangekomen waar je naartoe wilde. Dus jouw hele reis wordt door camera's met nummerherkenning en tegenwoordig ook gezichtsmetrische gezichtsherkenning wordt het vastgelegd. Ga je met de trein, dat zal iedereen nu weten, dan heb je een OV-chipkaart waarbij je incheckt en uitcheckt. Dus ook dan is bekend. Zelfs met een niet persoonlijke OV-chipkaart, omdat je met je bankpas je geld opstort, alles is aan elkaar vastgeknoopt. Banken die analyseren je betaalgedrag. Op het moment dat jij kinderbijslag krijgt, dan krijg je van de bank een mailtje met de aanbieding voor zo'n mooie buggy of zo'n fietskar. Zo'n fiets met zo'n mooie houten kar voorin waar je kinderen mee naar school kan. Zo'n bakfiets, ja, precies. Waar je kinderen mee naar school kan brengen. Ja, de banken hebben naast rente, naast fusies en overnames en levensgevaarlijke derivaten, hebben ze nog een vierde verdienmodel en dat zijn jouw data. En daar heb jij nooit, dat hebben ze jou nooit gevraagd. Ze hebben je dat zelfs niet eens verteld en laat staan dat ze je daar toestemming voor hebben gevraagd. Dan ga je bij de appie kopen. Als je contant koopt, dan weten ze niet wat je hebt gekocht. Maar haal je je bonuskaart langs de scanner, dan is het weer wel bekend. En dus wat vroeger offline winkelen was, is nu bijna ook al online winkelen. Waarom is dat nou van belang, even als tussenstapje? Dat de aandeelhouder van de appie is ook de aandeelhouder van je ziektekostenverzekeraar. Als hij van de water elke dag een krat pils afrekent, dan kun je op een gegeven moment verwachten dat er zo'n leuke mevrouw in een mantelpakje langskomt om je een voorstel te doen. Ze heeft twee voorstellen. Ze heeft eentje waarbij de premie is verdrievoudigd en dan blijft de dekking gelijk. Of de andere waarbij de premie gelijk blijft, maar dan is de levercirrose die is eruit gehaald. Omdat je daar een groter risico loopt. Ja, hoe weet u dat nou? Ja, dat hebben we van de aandeelhouder gehoord. Als je gaat op internet gaat, Facebook, Twitter, LinkedIn, et cetera, dan liggen al je stappen natuurlijk tot in lengte van dagen liggen daar opgeslagen. En deze meneer die heeft de naam gegeven aan de Plasterk Patriot Act. Dat is een wetsvoorstel wat hij afgelopen zomer heeft ingediend. Waarmee de veiligheidsdienst 3 jaar lang al jouw data mogen opslaan. Zowel telefoongegevens als wat je op internet doet, als wat ook. En de meneer rechts, meneer van de stuur, die heeft nog iets dunnetjes aan toegevoegd. Namelijk dat is een voorstel, ik weet nog niet in welke fase dat het is. Maar dat de overheid gewoon jouw pc mag hacken. Dat ze bestanden mogen weghalen en dat ze bestanden mogen toevoegen. Dus ik weet niet. Iemand die de Police Academy heeft gedaan, maar de bewijslast en zo, wettige bewijslast, dat gaat ook helemaal nergens meer over op die manier. Conclusie is dat je op persoonsniveau totaal geprofileerd bent. En dat je eigenlijk continu wordt gemonitord en gestuurd en dat privacy niet bestaat. En waarom is dat nou zo belangrijk? Waarom is het nou zo belangrijk dat ze niets te maken hebben met jouw privacy? Dat komt door je vrijheid. Of dat heeft te maken met je vrijheid. De relatie met vrijheid is dat je gedrag kan worden gestuurd. Aan zich is het dus niet zo belangrijk dat ze van je weten, wat ze van je weten. Maar ze hebben er een oordeel over. Ze vinden er iets van. Jouw gedrag willen ze bijhouden. Nou, je kunt het je gewoon afvragen van waarom zijn mensen zo geïnteresseerd in wat ik doe? Waarom willen ze van mij weten wat ik doe? Heeft dat met terrorisme te maken? Nou, dat is wel wat er gezegd wordt, maar
Er gaan in Europa gemiddeld 100 mensen per jaar dood aan terrorisme en 200.000 aan verkeerd medicijngebruik en 80.000 aan zelfdoding. En waar is de war on, volgens nu prescribed drugs, of waar is de war on suicide? Die heb ik nog niet meegekregen. Dus de redenen die je aangevoerd krijgt om je privacy in te leveren, veiligheid, is gewoon droog. Dat is het verhaal. Je gedrag kan gestuurd worden doordat de bank sowieso bepaalt welke rentevoet of welke rente jij betaalt, welke rentepercentage. En straks, als het geld niet meer van de bank gehaald zou kunnen worden, dan bepaalt de bank ook welke negatieve rente, DAS negatieve rente in gaat voeren en welke negatieve rente. Als je mij 10 jaar geleden had gezegd van de banken gaan negatieve rente invoeren, dus als jij geld op de bank hebt staan, je hebt spaargeld op de bank staan en de bank gaat daar geld voor vragen. Als ze dat 10 jaar geleden tegen me hadden gezegd, had ik gezegd van wordt tijd dat je opgenomen wordt. En nu gaan we dat gewoon meemaken. In Zwitserland en Japan is het al zo. En in Nederland zijn de banken er ook mee bezig om ING gehoord en van de Rabo. Dus bij ons komt het ook. Laat ik zo zeggen, het komt niet, maar het dreigt er te komen. En waarom komt het niet? Door ons allemaal. Ik roep natuurlijk een hele hoop dingen en ik vraag je niet om ze te geloven, maar ik vraag je wel om ze te onderzoeken, om zelf te kijken wat er nou van zou kunnen kloppen van wat ik beweer. Nou, dan komen we dus bij meneer Orwell uit, dan is het 1984. Voor die mensen die het boek niet kennen, ik heb Orwell gelezen, of 1984 gelezen in 1976 voor mijn eindexamen HAVO. Dat is weer een ongelooflijk vreselijk lang geleden. En toen dacht ik, dat gaat over de Sovjet-Unie en zo. En Animal Farm gaat ook over de Sovjet-Unie, over Stalin. Maar ik heb laatst een interview met meneer Orwell gezien. Maar dat gaat helemaal niet over, dat gaat gewoon over ons. Dat gaat gewoon over Europa en Amerika, over het Westen. In het boek wordt beschreven dat de wereld verdeeld is in 3 machtszones, Oceanië, Eurazië en Oost-Azië. En die 3 die zijn continu in oorlog met elkaar. En die oorlogen worden nooit gewonnen en ze worden ook nooit verloren. Er wordt elke keer verteld, dat zijn wel verhalen die we uit de Sovjet-Unie kennen, dat het steeds beter gaat. En ze hebben dus ook een paar kreten. Oorlog is vrede. War is peace. Vrijheid is slavernij. Freedom is slavery. En onwetendheid is kracht. Ignorance is strength. Nou, net als in de film The Matrix wordt eigenlijk alles omgedraaid. Niets is wat het lijkt en alles is een illusie. En dat is ook het geloof. Ons geloof in waar wij leven, dat is de illusie. Als ik totaal onafvolgbaar ben, dan wil ik het graag even horen. Als iemand zegt van, waar heb je het er godsam over, dan laat even weten. Dat is niet bepaald een technische... In 1948, daar heeft het gewoon omgedraaid. En trouwens, dankjewel voor de vraag, want in 1948 had Orwell geen idee over wat je met elektronische data kon doen. Ik bedoel, meer dan de Enigma hadden ze daar nog niet ontrafeld in die tijd. Maar dus wat dat betreft lopen we voor op Orwell. Bij Orwell kon je nog gewoon het bos in of uit het zicht van dat ding wat je de hele dag bewaakte. En dan kon je nog een beetje privé zijn. Maar dat kan bij ons, dat kan wel, maar dan moet je in ieder geval je gsm thuis laten. Want anders weten ze nog waar je bent en kunnen ze nog afluisteren. De kern van het boek is eigenlijk gewoon dat, of een van de kernen van het boek is dat de geschiedenis wordt constant geschreven ten faveur van de staat. Nou, dat zien we hier ook. Het gaat goed met de economie. En komt omdat ze daar niet de huizenprijzen in mee hebben genomen en een aantal andere dingen. Ook niet de benzineprijs. Dat heeft ook niets met de consumentenuitgaven te maken. Dus de dingen die niet goed uitpakken, die passen we gewoon even aan. En dat gebeurde in de Sovjet-Unie inderdaad ook. Tenminste, dat hebben ze mij verteld. Ondertussen twijfel ik eraan. Maar dat weet ik gewoon niet. Maar het gebeurt hier in ieder geval gewoon wel. Ik zag laatst een lijstje van winkelketens die omgevallen waren. Perisport, V&D,
in ieder geval een stuk of 10 grote winkelketens die waren omgevallen. Ik weet niet hoeveel tienduizenden banen dat het zijn, maar die mensen hebben straks in ieder geval niet zo heel veel geld meer om uit te geven. Dat gaan we gewoon een keer merken. Hoe weet ik dat contant geld verdwijnt? Nou, daar wil ik een aantal fenomenen voor laten zien. Ja, die gaan eigenlijk over macht, vrijheid en armoede. Er zijn een aantal mondiale ontwikkelingen die daar iets over laten zien. En ik wil de ontwikkelingen zeker met betrekking tot contant geld wil ik laten zien. Ik neem gewoon de lijst even met jullie door. En dan gaan we daarna kijken wat hun onderlinge relatie is. En wat de relatie is met contant geld. De PGB's. Nou, ik denk dat heel veel mensen, zeker die erbij betrokken zijn, wel ervaren hebben dat er gewoon maandenlang, en trouwens nog steeds niet, PGB's juist uitbetaald worden door de overheveling naar de sociale verzekeringsbank. Er staan heel veel oudjes komen op straat. Die hebben een zorgzwaartepakket waardoor ze gewoon uit het bejaardenhuis geflikkerd worden. Tegelijkertijd hebben we een fantastische marktwerking in de thuiszorg gezien, waardoor er nu zoveel thuiszorg thuis zit en niet meer zorgt. Dus het is eigenlijk nou de thuis-niet-zorg geworden. Veel ontslagen dus. De gemeentes die in wezen overvallen zijn door de overheveling van de thuiszorg en de andere zorg, de AWBZ-zorg zou ik maar zeggen, van de landelijke overheid naar de gemeentes. Ik ben zelf ZZP'er, maar ik was ZZP'er, doe nou dit. En wij hadden vroeger de verklaring arbeidsrelatie. Daar kon je gewoon even een verklaring vragen bij de Belastingdienst. Dat je niet in loondienst was bij een opdrachtgever. En dan gaf je gewoon een kopie van dat ding. En dan waren we hier voor een jaar klaar. En nu hebben we de... Ik moet even opzoeken hoe dat kring heet. Nou, dat is niet opgeschreven. Maar de DBA, weet iemand waar de DBA toevallig voor staat? In ieder geval, dat is een regeling waarbij zogenaamd, het is weer een fantastische newspeak, de regeling heet dat verlichting van de administratieve lasten, daar gaat die over. Maar het komt er nu op neer dat je, als jij bij iemand zijn kozijn gaat schilderen, dat je gewoon 20 bladzijden overeenkomst moet invullen. Want anders loop jij en de opdrachtgever het risico dat je in loondienst bent. Daar gaat het natuurlijk helemaal nergens over. Dus die ZZP'ers, dat waren al mensen die eigenlijk gewoon in de werkloosheidsregeling zouden moeten vallen. Maar die maar voor zichzelf begonnen zijn. En nou dit. Nou, dus de AOK, dat is de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, die verdwijnen. Alleen nog bij kleine zelfstandige bedrijven heb je mensen met een vast arbeidscontract. Maar bij grote bedrijven zie je dat eigenlijk steeds meer verdampen. Pensioenen verdampen. Negatieve rente wat aankomt. Voor studenten handig. De basisbeurs die we vroeger hadden, dat wordt het cafetaria-model. Je koopt nu gewoon een college, per college, betaal je collegegeld, zo'n beetje. Strakjes. Diefstal van woningbouwcorporaties. Nou, ik kan eindeloos doorgaan. Wat wil dit nou, wat willen deze dingen zeggen? Welke karakteristieken kun je uit deze fenomenen destilleren? Wat zegt dat? Je ziet een ontwikkeling dat een rijksoverheid zich steeds meer terugtrekt uit de dingen die de overheid zou moeten regelen. En tegelijkertijd steeds meer geld van ons vraagt, steeds meer belasting. Dat is wel heel apart. Daarbij zie je ook dat er dat de corruptie dat die steeds zichtbaarder wordt. En dat die ook in de top van ons... Van ons kabinet zelfs, de man van minister Schippers en de man van een staatssecretaris, die gewoon geld verdienen aan de regelingen die hun echtgenoten treffen. Ontwikkeling naar steeds meer controle en minder vrijheid, omdat onze veiligheid dat vraagt. En het grappige is dat gewone mensen zich wel aan de wet moeten houden. Dus als jij je boete niet betaalt en je kan het niet betalen, dan verhoogt de CJIB hem. Want je kunt geen betalingsregeling afspreken. En op een gegeven moment dan zijn ze het zat en dan zetten ze je gewoon in de baaiers. Dan ga je gewoon, dat je een boete niet betaalt, ga je de baaiers in. En mevrouw Anouska van Miltenburg, die heeft wat dingen door de papierversnipperaar gehaald. Dat noemen we fraude. En die mag sorry zeggen en die is dan, ze moet wel de baantje opgeven. Maar die mag gewoon vrij doorlopen.
Dus dat zijn een beetje rare dingen. Dus welke conclusie trek ik daar eigenlijk uit? Dat de overheid, ja, voor mij bestaat de overheid niet in de vorm van een organisatie die er is ten algemene nutte. De overheid is wel een ANBI, een algemene nut bepalende instelling. Maakt niet uit. In ieder geval, als je daar geld aan geeft, dan is dat geld aftrekbaar van je inkomstenbelasting. Dat weten weinig mensen, maar dat is gewoon zo, omdat het een ANBI is. En ja, in wezen, dat ga ik jullie straks laten zien, is de overheid een uitvoeringsorgaan van grote bedrijven. En het zijn grote woorden, maar ik ga ze waarmaken. Wat zien we aan mondiale ontwikkelingen? We zien allerlei democratiseringen van Afghanistan, Somalië, Libië, Mali. Zijn nou in Irak, niet te vergeten. Ze hebben Syrië ook geprobeerd, maar dat lukt niet zo goed. En Iran, die bijt ook een beetje van zich af. We zien ook aanslagen in Parijs, Londen, 9-11. Een conflict in Syrië, wat ik net al noemde. Wat als een beetje tegen zit, ontaard in de oorlog met Rusland. Ik weet niet of jullie willen, maar ik in ieder geval niet. En de gevolgen van al die democratiseringsslagen zijn waanzinnige stromen mensen die gewoon de hel ontvluchten. En op een hele mooie manier bij ons uitkomen, zou ik maar zeggen. Ik wil even een filmpje laten zien van generaal Wesley Clark. Dat filmpje is van 2007, waarin hij wordt geïnterviewd en vertelt dat hij vlak na 9-11 het Pentagon binnenwandelt. En twee weken daarna of zo. En dat hij te horen krijgt dat ze Irak gaan binnenvallen. En dan komt een dag later en dan hoort hij dat ze nog vijf andere landen binnen gaan vallen. En dat hij gewoon... Nou ja, die man die is, Wesley Clark, zal ik eventjes schetsen, die is, ik weet niet wanneer dat hij gepensioneerd is, maar die is in ieder geval zeer hoog in het Amerikaanse leger generaal geweest. Dus die heeft, die wist echt wel van wat er aan de hand was. En, About 10 days after 9-11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the joint staff who had used to work for me. And one of the generals called me and he said, "Sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, No. He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They've just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out seven countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." The truth is about the Middle East is, had there been no oil there, it would be like Africa. Nobody is threatening to intervene in Africa. The problem is the opposite. We keep asking for people to intervene and stop it. And there's no question that the presence of petroleum throughout the region has sparked great power involvement. Whether that was the specific motivation for the coup or not, I can't tell you, but there was definitely, there's always been this attitude that somehow we could intervene and use force in the region. Ja, dat is gewoon, het is natuurlijk apart dat die informatie naar buiten komt. Ik bedoel,
Ik denk dat het klopt. Ik denk dat hij weet waar hij het over heeft. Ik bedoel, hij heeft gewoon iemand gesproken. Maar het is natuurlijk gewoon gek dat het naar buiten komt. Want het hele Amerikaanse opperbevel staat gewoon een beetje te kijken zo. Dus het is gewoon gepland. En nou ja, dat verklaart in ieder geval wat ik aan het vertellen ben. Wat zijn de samenhangen en de agenda's erachter? Wat probeert het te verhullen? Mijn idee is dat het een rookgordijn is wat opgetrokken wordt voor wat er echt gebeurt. En ten tweede dat er mensen, ja, gewoon het feit dat wij allemaal asielzoekers over de vloer krijgen en dat we bang zijn voor Rusland, want die Poetin heeft toch zo'n beetje bijna eigenhandig MH17 uit de lucht geschoten. Dus is gewoon een foute man. En in Syrië doet hij ook allemaal verkeerde dingen. Dus we moeten gewoon we moeten zorgen dat hij ons niet te grazen kan nemen. Dus wij gaan zelf maar wat doen. Dus er wordt rookgordijn opgetrokken, er wordt angst opgewekt om maatregelen erdoor te kunnen trekken. Die gaan over onze privacy en vrijheid. Als je kijkt de aanslagen van Parijs, eerst Charlie Hebdo en daarna 14 november. Frankrijk is gewoon een politiestaat geworden. Ze kunnen gewoon je huis binnenvallen, ze kunnen alles doen wat waarvan wij vroeger dachten dat het in de Sovjet-Unie alleen maar kan, maar dat kan nu gewoon ook. En ik ben zelf de afgelopen tijd niet met de auto over de grens geweest, maar die grenzen zitten hartstikke dicht. Als je gaat skiën, dan sta je gewoon een uur voor de grens voordat je er overheen bent. En dan kijken ze of je niet een donker uiterlijk hebt of whatever. Dus Schengen, dat is zo'n beetje overleden. Dus privacy en vrijheid, die gevolgen die zijn goed zichtbaar. Dan gaan we even kijken naar de gevolgen of de ontwikkeling met betrekking tot contant geld. Nou, ik had die transacties in Italië en Frankrijk had ik al genoemd. De meneer Schäuble, de finansminister van Duitsland, heeft voorgesteld aan de Europese ministerraad om de briefjes van 500 om die te laten verdwijnen. En ook de 200 en de 100, die gingen dan maar gelijk erachteraan. Daarop is trouwens een petitie gestart door een Duitse Europarlementariër. En wij hebben zelf ook een petitie gestart voor het behoud van contant geld, maar daar kom ik straks op terug. In Amerika worden voorstellen gedaan voor het verbieden van het $100 biljet. Nou, nogmaals, je ziet minder flappen tappen, bankfilialen. Vorig jaar ging ik een frietje halen en toen vroeg de frietboer of ik die €2,15 wou pinnen. Ik zeg, dat was voordat ik met handje contantje bezig was. Ja, want we betalen per jaar €1200 aan het afstorten van contant geld. Dus dat is een goede manier om mensen aan het pinnen te krijgen, zou ik zeggen. Negatieve rente heb ik het over gehad. In Denemarken is een wetsvoorstel om winkeliers het recht te geven contant geld te weigeren. Dus dat je alleen maar kan pinnen. Maar ja, wij hebben het hier ook. Hè. Als je even kijkt, staat er niet pin-only winkels. Je hebt biologische winkel of all places markt met een Q die alleen pint. En het Vlaams Broodhuis heb ik het van gehoord. Ik kom er zelf nooit. Maar dat zijn allebei biologische winkels. Ze kunnen alleen pinnen. Dus de mensen die snappen het niet helemaal. Pinloos betalen hebben we het over gehad. Je hebt de KNAP, dat is een nieuwe bank, dat is een contantloze bank. En we kunnen nog een hele tijd doorgaan, maar dan duurt het te lang. Dus wat je ook ziet is dat er bijvoorbeeld in de Scandinavische landen zijn ze heel ver met het uitfaseren van contant geld. In Zweden kun je op het platteland al bijna geen contant geld meer krijgen. Daar gaat bijna alles digitaal. En in een van de landen, Letland, Estland of Litouwen, ik weet niet precies welke van de drie, daar is contant geld al helemaal weg. Dus daar is zelfs een hele uitzending van Tegenlicht over geweest. Maar vond ik een van de mindere uitzendingen zelf. Maar je ziet gewoon dat in elk land gebeuren andere dingen. En we zijn als een soort, Griekenland is ook een experiment. En Cyprus was ook een experiment. Kijken wat er gebeurt. Griekenland is helemaal uitverkocht. En van wat er Cyprus is gebeurd, dat weten we.
Wat trouwens grappig is, een hele andere ontwikkeling op IJsland. Daar zijn 26 bankdirecteuren achter slot en grendel gezet na de bankcrisis van 2008. Dus zo kan het ook. Dus ik hoop dat het nog een tijdje duurt voordat de Verenigde Staten de goede smoes vinden om IJsland te bezetten. Oké. Okay. Wat zeg je? Maar het is wel een strategische plek. Dus op het moment dat ze ruzie met de Russen krijgen, dan is IJsland gewoon aan de beurt. Dat kan je wel voorspellen. Of de Russen moeten er eerder zijn. Dan is er nog iets heel belangrijks gebeurd op de G20. Dat is de bijeenkomst van de ministers van Financiën en de voorzitters van de centrale banken van de 20 grootste industrielanden op 16 november 2014. Bij een crisis, dan zijn de TBTF, dat is een afkorting voor Too Big to Fail, banken. Dat zijn dus banken die niet mogen omvallen, want dan trekken ze het hele systeem mee. Dan hebben ze gewoon de moeder alle crisissen, zal ik maar zeggen. En ze hebben afgesproken dat ze eerst de verplichtingen uit die giftige derivaten, dat ze die eerst aan elkaar moeten betalen, voordat jij als spaarder aan de beurt komt. Ik heb hierbij gezet, die derivaten die bedragen in totaal over de hele wereld 5 keer zoveel, als ik me niet vergis had, 5 keer zoveel als de totale wereldproductie per jaar. 600 miljoen. Ja. Ja. Maar dat krijgen we ook niet gestout in dit. 600 biljoen. Ja. Ja, dat is natuurlijk allemaal bij elkaar. Ja. Op de balans ook weer een fractie daarvan op. Ja. Dus er wordt heel veel weggecamoufleerd. Ja. Dus je ziet het er werkelijk op aankomt, dan steekt het ene het andere aan. Ja. Ik heb daar ook een mooi grafiekje van gezien. Zowel in Amerika heb je een fonds om bij omvallende banken om dan de spaarders daar garant voor te staan, zou ik maar zeggen. Maar dat is gewoon nog eens een honderdste. Ja, het is gewoon echt een druppel op een gloeiende plaat vergeleken met de risico's op die derivaten. En die gaan gewoon voor. Dus vroeger had jij je geld bij de bank gestald, dan kreeg je een briefje voor, dat was jouw geld. En hoe lang geleden is dat veranderd? Hoe lang geleden is het veranderd dat jouw geld niet meer van jou is, als op de bank staat? Je bedoelt wanneer dat gewijzigd is? Ja, dat is langer geleden. Volgens mij is dat 2011 is dat officieel geëindigd toen de jongens bij elkaar zaten in Brisbane. Ook in Brisbane, oké. Okay. Dat is een populaire plaats. In 2014 zaten ze er ook. Maar dat wil zeggen dat jouw geld niet meer van jou is. Je hebt een vordering op de bank, maar zijn niet meer jouw centen. Je bent dus eigenlijk, je hebt in financiële vaktermen een achtergestelde lening aan de bank. Of vordering op de bank. Dus als er een hele hoop mensen voor jou zijn geweest en alles is op, dan mag jij. Dat is het verhaal. Dus jouw geld is niet meer jouw eigendom. Dan gaan we eens kijken naar geldschepping en rente. En dat is dat is wel een heel belangrijk onderdeel van dit verhaal. Maar eigenlijk zou ik dit verhaal in een bepaalde volgorde willen vertellen. Maar we beginnen maar even in de linker bovenhoek. Dus het gaat over de samenhang tussen geldschepping en rente aan de ene kant. En contant geld aan de andere kant. Want waarom geef ik zoveel aandacht aan geldschepping en rente? Want we hebben het toch over contant geld. Maar dan kom ik aan het eind van deze avond, dan weet u in ieder geval waarom ik dat zo bedacht heb. Dus ik wil ook eventjes weer vanuit de helikopter kijken naar waar gaan we naar kijken. Dus we gaan kijken van wie is de geldschepping? Wie doet de geldschepping? Wie maakt de geldschepping? Wie maakt het geld? Welke partijen spelen een rol in dit proces? En hoe is de hiërarchie tussen die partijen? Dat is ook heel interessant. Dan rechts onderin, hoe ziet het proces van geldschepping er nou eigenlijk precies uit? Wat is de impact daarvan? Daar gaan we naar kijken. En waarom gebeurt het? Waarom is het zo georganiseerd? En dat is het volgende hoofdstuk dan. Dat is hoofdstuk 4. Nou, deel 3.
Even kijken, dus ik wil eens gaan kijken naar de onderlinge eigendomsverhoudingen van transnationale bedrijven. Er is een onderzoek gedaan door drie professoren, of in ieder geval wetenschappers, aan de Eidgenössische Technische Hogeschule in Zürich, de ETH. Dat is een zeer prestigieuze universiteit. Dat onderzoek is gedaan in 2011. En daar hebben ze met zeer ingewikkelde computermodellen, kun je ook zien met al die puntjes, dat zijn de onderlinge connecties tussen bedrijven, de onderlinge eigendomsverhoudingen tussen bedrijven. En ze hebben vastgesteld dat er, als je alles bij elkaar consolideert, dus als je alle eigendomsverhoudingen bij elkaar telt, dan hou je 147 multinationals hou je over, die in totaal 40% van de wereldomzet hebben. En dat was in 2011. Je kunt er vergif op innemen dat het veel meer geworden is. En die hadden 60% van de wereldwinst. En dankzij onze eigen Antillenroutes, oftewel onze eigen Zuidasroutes, betalen die bedrijven ongeveer 1-2% over hun omzet aan totale belasting. Dus heb je het over vennootschapsbelasting, loonbelasting, BTW, verzin het allemaal maar. Dus die, zij betalen geen belasting en andere mensen wel. Die 147 multinationals, moet je denken aan Nestlé, Unilever, Shell, BP. Maar ook een aantal namen die je niet kent. Omdat de namen die daaronder hangen, die ken je wel. Dat zijn bekende merken, zou ik maar zeggen. Maar er zijn ook een aantal van die 147, dat zijn geen bekende namen. Maar dat zijn dus wel holdingmaatschappijen van de bekende merken, zou ik maar zeggen. Die zijn eigendom van 18 grootbanken. En er zit een verdwaalde Engelse bank bij en een Zwitserse en een paar Duitse. Maar voor de rest zijn het allemaal Amerikaanse banken. En per saldo zijn die 18 weer eigendom van de Big Four. Dan heb ik opgeschreven welke dat zijn, want dat vergeet ik elke keer. En ik ben het trouwens nou ook een keer kwijt. Maar nu moet je denken aan Chase Manhattan, Bank of America, JP Morgan, Citigroup. Ja. En nou, ze staan hier trouwens. Maar ik weet niet wie een beurt geeft hier. Maar dus die banken, die vier grootbanken, die bezitten in wezen het hele westerse bedrijfsleven. Ook een groot deel van het Aziatische bedrijfsleven. En van wie zijn die dan eigendom? Dus de zichtbaarheid houdt op bij die vier grootbanken. Daarna dan weten we, ja, dan worden er allerlei namen genoemd. Er worden allerlei namen genoemd van families en bloedlijnen, et cetera, die bedrijven in bezit zouden hebben. Maar dat vind ik allemaal nog niet zo heel erg spannend. Onderin staat de link waar dat rapport te vinden is. Dus dat is eigenlijk gewoon, als je probeert voor te stellen, dus alle voedingsbedrijven, alle farmacie, alle banken, alle mediabedrijven, dus ook kranten, tijdschriften, tv-zenders, filmmaatschappijen, verzin het allemaal maar. Alles wat beursgenoteerd is, is van jullie. Eigenlijk letterlijk. En ja, er zijn ook een paar mensen die hebben ook een aandeeltje. Maar die hebben niet zo'n flitscomputer, dus die verdienen er niet zoveel mee. En ze hebben in ieder geval geen 51%. En dat hebben zij dus wel. Via. Dus je kan niet anders zeggen, ze hebben het ongelooflijk goed georganiseerd. En al heel lang. Dan, ik stapte een half jaar geleden, stapte ik uit het treinstation van Basel. En toen keek ik tot mijn stomme verbazing tegen die toren links aan. Dat is de Bank of International Settlements, in Basel dus. Ik ga er zo wat meer over vertellen. Dan hebben we rechts het Internationale Monetaire Fonds, oftewel het IMF in Washington. Linksonder hebben we onze eigen Europese Centrale Bank, waar elke maand vrachtwagens met 60 miljard euro naar buiten crossen. Naar allerlei banken voor het opkopen van levensgevaarlijke, niet gevaccineerde obligaties. Obligatieleningen van de overheden. En rechtsonderin hebben we de Federal Reserve Board in Washington. Dat is de centrale bank van Amerika. Ik heb gezegd van
Wat is de onderlinge hiërarchie en welke instituten zijn er in de financiële wereld en wat is een onderlinge hiërarchie? Dat is heel lastig te zeggen, want er is geen instituut in de financiële wereld dat niet privaat, dat niet private eigendom is. En ik ben nooit binnen geweest, dat zal ook nooit gebeuren ook waarschijnlijk, behalve als ik een keer uitgenodigd word. Maar dan kom ik er waarschijnlijk niet meer weg. Maar die toren links bovenin, Basel, dat is, daar komen de mensen bij elkaar waarschijnlijk die echt het allermeest erover te zeggen hebben. Maar het maakt geen... Ze hebben die instituten gewoon als een soort voorzetraam verzonnen voor de financiële wereld. Dus daar worden zogenaamd allerlei besluiten genomen. Maar in wezen wordt alles gewoon gestuurd. Dus onder... wie er dus boven die bies, boven de BIS-bank zit, dat zijn dezelfde mensen als bij dat vraagtekentje op de vorige slide. En ik denk, alle bank, alle maatregelen die in de bankaire wereld zijn genomen om de risico's te beheersen, die heet allemaal Basel 1 en Basel 2 en misschien ook wel Basel 3, daar kom ik niet bij. Maar in ieder geval Basel, dat zet wel de standaard. En de IMF dat doet meer met overheden, zou ik maar zeggen. De BIS meer met banken. Nou, de Europese Centrale Bank en de Fed, dat zijn natuurlijk... de Europese Bank is voor Europa en de Fed is alleen maar voor Amerika. Maar daar hebben ze ook 52 staten. En dat zijn dus allemaal privé-eigendom bedrijven. Terwijl wij denken dat het van de overheid is. En de BIS is trouwens voor heel weinig mensen bekend. Daar moet je voor naar het toneelstuk van de Verleiders zijn geweest, om dat te weten. Daar leer je een hele hoop. Heel juist. Dus we gaan naar het democratische gehalte van die dingen gaan we kijken. Als we gaan kijken naar de besturen en de leden van die besturen, die worden dus niet democratisch gekozen. Ze staan onder geen enkel democratisch toezicht, niet van land of wat dan ook. En zich niet de juridische immuniteit. Dus ze mogen alle rottigheid die jij en ik niet mogen uithalen, mogen zij in hun werkzame leven daar doen. En ik weet niet of ze levenslange immuniteit genieten, maar in ieder geval de hele tijd. De notulen die zijn strikt geheim. En wat je zegt, de gebouwen die staan op eigen grond. En de lokale politie heeft daar gewoon niets te zoeken, tenzij ze worden uitgenodigd. Dus voor zover het democratisch gehalte in het monetaire systeem. In de ontstaansgeschiedenis van de BIS-bank, ja. Dan kan ik het boek van Adam Lebor aanraden. Dat is The Tower of Basel heet dat. Okay. En die vertelt heel duidelijk en heel interessant hoe die BIS-bank tot stand is gekomen. Ja. En wie daarachter hebben gezeten en wat de bedoeling was van de BIS-bank. Ja. Dankjewel. Adam Lebor. L-E-B-O-R. Adam Lebor. Zeg. Ja, dat is huiveringwekkende literatuur, neem ik aan. Hè? Ja, want het gaat eigenlijk gewoon over hoe dat Hitler gefinancierd is om de Tweede Wereldoorlog te kunnen voeren. Ja. Daar is de bank voor uitgevonden om in tijden van oorlog ook elkaar te kunnen ontmoeten en elkaar centjes te kunnen betalen. En ik heb begrepen dat Basel ook tijdens de Tweede Wereldoorlog zo goed als uitgestorven was. Ja, dus is apart. Nou, dan gaan we even kijken. Ja, dan gaan we kijken naar de inrichting van de geldschepping. Je ziet een plaatje van het boek van Ad, Geld komt uit het niets. Dat is een van de grote inspiratiebronnen van onze beweging, onze stichting. Hoe wordt geld geschapen? Geld wordt, al het geld, al het digitale geld, dus niet het contante geld, maar al het digitale geld dat er omloop is, dat wordt geschapen als schuld. Het komt alleen maar in de economie door schuld. Dus zou iedereen, dat kan niet. Maar zou iedereen zijn lening terugbetalen, dan zou er geen geld meer in omloop zijn. Maar ja, dat kan het niet. hoe ontstaat dat? Een privé iemand,
burger of een bedrijf of een overheid, die gaat naar een bank en die zegt ik heb geld nodig voor een bedrijfslening of een hypotheek of een staatsobligatie. En nou, de bank en jij komen er overeen. En op het moment dat het contract wordt getekend, dan tikt de medewerker van de bank tikt het getal van de lening in de computer. En op dat moment is geld gecreëerd uit het niets. Aan de linker, ja, als boekhouder denk je dan van vrek, hoe ken dat? Maar aan de linkerkant staat het gecreëerde geld, of staat de vordering, en aan de rechterkant staat het gecreëerde geld op de balans. En ik heb zelf een boekhoudkundige opleiding, maar dit gaat me, dit wilde gewoon bij mij nog steeds niet in. Nog een restje posttraumatische stressstoornis. Maar dus heel simpel, dit systeem werkt dus beter dan de alchemisten, want die stukken hadden nog lood nodig om goud te maken en zij hebben gewoon helemaal niks meer nodig om goud te maken. Dus ja, ze moeten 3% reserve ergens vandaan peuteren om het te kunnen creëren. En dat is nou 4 geworden, want solvabiliteitseisen zijn omhoog gegaan. Als je bij de bank komt en je hebt een bedrijf en je solvabiliteit, dus de verhouding tussen je eigen vermogen en je geleend vermogen, je vreemd vermogen, die verhouding zou 20% zijn, dan zetten ze je meteen in de ziekenboeg onder bijzonder beheer, want dan ben je niet solvabel, dan ben je een gevaar voor de bank. De banken die hoeven maar 3% eigen vermogen te hebben of 4, en die zijn geen gevaar voor ons. En Pinocchio heeft een hele korte neus en Rutte ook. Dus ja, elke dollar, elke yen, elke pond, elke dollar en nog een paar munten die in de economie komt, dat is schuld. Ik heb geen idee hoe het met de roebel zit, weet jij? Hetzelfde? Allemaal hetzelfde. Of van de dikke. Dus Rusland verhuizen is ook geen optie. Wordt gecreëerd uit schuld, door okay. Schuld. Ja, oké. Okay. Nou, dat is dan, dan weten we dat ook weer. Dus ongeveer 95% van het totaal. Ja, ja, dat weet ik, ja. 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 Nou, en dus over, het is net als, ja, je gaat naar je buurman en je zegt van, dan kun je mij wat geld lenen? Ja hoor, hij gaat achter zijn computertje zitten en ik heb het naar je overgemaakt. Huh? En ja, je betaalt maar 4% rente per jaar en elke maand even aftikken graag. Dat zou je niet pikken. Maar we pikken het wel. We pikken het wel van de banken. En dat is weer, daar kom ik weer uit op dat geloof. Dat wij geloven dat het zo hoort en dat het goed is. Dus dan gaan we even naar de impact daarvan kijken. Dus het is zo dat, nog even een paar dingen herhalen, dat geld wordt uit het niets geschapen door private partijen die daar ooit het recht op gekregen hebben. Dat het geautomatiseerde systeem werkt al sinds de jaren 70 ongeveer. Dus in ieder geval toen ik op de HAO zat, toen werkte dat al zo. En daarvoor deden ze aan fractioneel reservebankieren. Dat betekent dat ze wisten dat maar 1 op de 10 guldens die, die aan de bank waren uitgeleend, dat die tegelijkertijd werden opgehaald. Dus ze konden eigenlijk gewoon de overige 90% konden ze gewoon maal 9 uitlenen. Dus je leent de bank een gulden en die gulden kan die 9 keer uitlenen. Dat was vroeger al zo. Dat hebben ze mij ook niet verteld. Of ze hebben het wel verteld en ik begreep het niet. Als het er stond voor. Dat kan ook. Maar dat is in ieder geval zoals het werkt. Ze proberen te ontkennen, maar dat is zo. Maar het is nu zelfs zo dat TOS Radar, toch van, niet van, ja, wat zeg je? Ja, dat wordt nou meestal. Dus TOS Radar heeft er... Van wat Kees net zegt, hè, dus links de vordering en rechts het deposito uit het niets... Schrijft het zwart op wit, dus ja. Discussie is over. Het is duidelijk van hoe geld wordt gecreëerd. Ja. Ja. Er is een filmpje van de DNB, de Nederlandse bank zelf, die dat vertelt. Alleen ze vertellen daarna dat het fantastisch is, maar ze vertellen het wel. En TOS Radar laat zien hoe het werkt, maar ze laat niet de impact zien. En daar ga ik nou met jullie naar kijken, wat het eigenlijk betekent, hoe pervers het systeem is.
En dat heeft niks met links of rechts te maken. Dat is gewoon, nou, dat gaan we zien. Er wordt dus, ja, dus geld komt uit het niets. Elke digitale euro is een schuld aan de bank. Je betaalt rente over die schuld uit het niets. Mevrouw Margaret Kennedy, helaas al een paar jaar dood, dat is een Duitse professor, die heeft daar onderzoek naar gedaan. En die heeft vastgesteld dat van elke euro betaal je, en dat was ook een paar jaar geleden, dus dat is nou weer meer, van elke euro betaal je 44% rente. En dat is gemiddeld, hè? Dus als je een brood koopt, zit er, nou, een brood is niet een goed voorbeeld, maar als je een dienst van iemand koopt, dan zit er wat minder rente in, als hij alleen maar uren aan je besteedt. Maar als hij, bij een hypotheek is het natuurlijk gewoon veel, dat is, ja, dat is het 100% van het bedrag is rente. Maar gemiddeld al over alles wat je betaalt, betaal je 44% rente. En rente is een exponentieel ding. Dus dat wordt, nou, waar dat uitkomt, dat gaan we zo dadelijk zien. Ik heb alweer een plaatje in gedachten wat ik vergeten ben te maken. Maar het ziet er ongeveer zo uit. De geldcreatie die is namelijk ook, die ziet er ook zo uit. Dus de economie ontwikkelt zich als een soort flatliner. Net niet, gaat net niet dood, maar er zit heel weinig stijging in. Maar de geldhoeveelheid die gaat gewoon zo. Rara politiepet. Hoe ken dat? Dus als we gaan kijken naar wat er in belasting zit, dat is in wezen voor een heel groot gedeelte ook rente. Ik zag gisteren een filmpje waarin werd verteld, een Amerikaans filmpje, dat alles wat met het compliant maken van je bedrijf, wat erop betrekking heeft, dus ervoor zorgen dat je aan regels voldoet, en dat je precies uitrekent wat je moet betalen aan de belasting, wat je krijgt van de belasting, dat is ongeveer 10% tot 12% van de bedrijfskosten van een gemiddeld bedrijf. En dat betalen wij ook belasting over. Dus belasting is een soortement van rente. Deflatie is eigenlijk ook rente en inflatie is eigenlijk ook rente. En dan ga ik uitleggen hoe dat zit. Wij horen elke keer van het gaat slecht met de economie. Dus de banken die trappen op de rem. En in 2000, weet ik veel, begin van deze eeuw, of midden jaren 90, toen ging het fantastisch met de economie. Dus de banken die gaven vol gas, die leenden als een gek. En nou, dan is het net alsof die banken maar gewoon een beetje de economie volgen. Maar het is totaal omgekeerd. Als je weet dat elke euro die in de economie komt, als die wordt gecreëerd door een bank, dan bepalen zij dus de geldhoeveelheid. En het is nog erger zo, als ik 100 euro leen en ik moet over 30 jaar bij elkaar 200 euro terugbetalen, omdat er 100 euro rente in zit, waar moeten die andere 100 euro dan vandaan komen? Als die uit geleend geld moeten komen, uit geld wat gecreëerd is, omdat er geld geleend is. Dus alleen, ik kan alleen maar mijn rente terugbetalen en mijn aflossing doen op het moment dat andere mensen een lening sluiten, of ik zelf, en die mensen betalen mij, en dan kan ik dat geld terugbetalen. Zo simpel is het eigenlijk. Als er iemand is die dit niet begrijpt, vertel het alsjeblieft, want dit is heel wezenlijk. Dan zit ik hier gelukkig allemaal met technische mensen, dus die snappen het wel, wat ik allemaal vroeger niet begreep. Ja. Terugbetalen. Dus default in het Engels, hoe noem je dat? Dus niet aflossen? Ja, die zijn er gelukkig ook. Vraagt die bank die rente? Wat zeg je? Daarom vraagt die bank die rente. Nee, want ze krijgen een deel niet terug. Dat dacht ik vroeger ook. Maar ik ben dus sinds een tijdje ben ik van die gedachte veranderd. Want op het moment dat die lening niet terugbetalen, dan wordt er gewoon aan de linkerkant en aan de rechterkant van de balans wordt even iets weggestreept en is het klaar. Het enige wat die, stel dat er 100 niet wordt terugbetaald, dan moet de bank ergens 3 vandaan halen omdat hij dat stukje reserve nog moest. Dat moeten ze dan terugbetalen. Dat is het enige wat ze kwijt zijn. Ze zijn niet 100% kwijt. De bank loopt geen risico. Ze lopen geen risico. Is dat het verkeerd? Als je geld uit het niets creëert en iemand betaalt niet terug. Als het eenmaal gecreëerd is, dan is het natuurlijk wel een realiteit geworden, want dan bestaat het links en rechts op de balans. Ja. Dus je hebt dan aan de rechterkant heb je degene die een vordering hebben op de bank. Ja. En de meeste banken financieren met kort geld, met rekening courant geld. Dat maakt banken ook zo instabiel. Maar als je op de linkerkant van de balans iets verliest, heeft dat natuurlijk impact.
Banken beperken dat verlies doordat ze onderpand hebben en die dekking kunnen te gelden kunnen maken. Maar als op een gegeven moment 30.000 moet worden afgeschreven, dan gaat dat ten koste van een voorziening algemene risico's die ze vormen. Okay. En die voorzieningen algemene risico's die vormen ze met medewerking weer van de belasting. Want ze kunnen die voorziening aftrekken voor de belasting. Ja. Dus in die zin zijn hun werkelijke kosten weer lager. Ja. Maar ze lopen daarin een stukje risico. Alleen omdat de betalingsmodaliteit in Nederland zo hoog is, is dat feitelijke risico zeer beperkt. Maar andere landen in Amerika bijvoorbeeld hebben daar veel meer last van. Daar heb je een ander systeem, hè? Ja, ja. Die foreclosure heb je daar. Ja, ja. Ja, ja, dat is heel prettig. Dan ga je gewoon met het zootje van je huis naar de bank en dan ben je klaar. Ja, bij ons zit je er voor je de rest van je leven aan vast. Maar over. Is je vraag ermee beantwoord? Mensen waren die geen geld konden terugbetalen. Nou, als u zegt van ja, ze lopen geen risico, dan is er ook geen reden voor een bankencrisis. Nee, maar dat was in Amerika zo. Maar waarom de banken kapot gegaan zijn, dat had niet daarmee te maken, maar met de derivatenhandel. Verliezen die zijn niet gekomen door verliezen op de kredietverlening zozeer, als wel op te hoge risico's die zijn genomen op de derivaten. Ja, er was dus een hele vage verbinding nog. Dat zijn dus die hypotheken die verknipt zijn, verpakt en verhandeld. Ja. En die gingen 8 keer de wereld om. En dan op een gegeven moment kwam iemand erachter van... Jij kan een brandverzekering afsluiten voor jouw huis. Nou, wat wou je gaan vertellen? Ik vind het wel interessant. Doet hij het? Ja. Ja. Dus je kunt een brandverzekering voor je eigen huis afsluiten. Maar met die derivaten was het zo dat je ook een brandverzekering kunt afsluiten op het huis van je buurman. En dat kan de hele straat doen op het huis van de buurman. En als dan het huis van de buurman afbrandt, dan moet misschien wel 100 of 1000 keer de waarde van het huis van de buurman uitgekeerd worden. En zoiets is dus gebeurd met de banken. En daardoor is dus die crisis zoveel erger geworden dan toen die begon. Dus, ik had het straks over... Dankjewel. Ik had het straks over... fusies en overnames en jouw data zijn er in wezen 5. Want doordat je... Zo zijn alle... Zo is de crisis van 1938, maar ook die van 2008 gewoon gecreëerd. Op het moment dat er heel veel mensen hun spullen, hun lening of hun aflossing en hun rente niet meer kunnen terugbetalen, dan moeten ze, ja, dan mag ik dan je onderpandje. Dus er zijn gewoon, je creëert eerst een bubbel, waardoor je mensen enorm in de schulden steekt. En daarna dan neem je de onderliggende waarde, die neem je over. En dat gebeurt elke keer weer. Dus daarom heb ik ook de laatste zin. Er is een continue waardestroom van mensen die dingen maken, die produceren, naar mensen die geld creëren. En vooral naar de eigenaren van die instituten die geld creëren. Dat is eigenlijk de bottom line. Waar ik in 2013... die posttraumatische stress aanval van had, toen ik de boek van Atlas, is dat ik gewoon zag dat voor het eerst in 2011 of zo bij een bank en bij de Shell er meer werd betaald aan de aandeelhouders dan aan de mensen die het werk deden. Snap je? Dus ja, dat gaat gewoon helemaal nergens over. Dat is het geld met geld verdienen. Okido. We hebben deze helemaal doorgenomen. Ja, dus hoe kunnen we de geldschepping karakteriseren? Als een piramidespel. Het is echt letterlijk een piramidespel. Op allerlei manieren is het letterlijk een piramidespel. En die zijn bij wet verboden. Alleen zover, daar zijn we nog niet achter gekomen. Het is een piramidespel omdat het alleen maar kan blijven bestaan bij steeds meer deelnemers. En wat is een piramidespel? Oh ja, steeds meer deelnemers. En steeds meer mensen die leningen afsluiten en...
Op het moment dat dat niet gebeurt, dan dondert de boel weer even een beetje in elkaar. En dan gaan we weer vrolijk van voor af aan beginnen. Nou, dan gaan we eens kijken van, ja, maar wie doen dit dan? En dat is ook een heel interessant stukje. Daarvoor gaan we even kijken. Nou ja, we zagen in het onderzoek van de ETH dat in wezen 4 grootbanken een deel van de wereld bezitten. En wie zijn dan de eigenaren daarvan? Nou, er worden allerlei namen genoemd, maar één ding kan ik je verzekeren. Die staan niet in Jort Kelder's quote 500. Want die komen daar niet in voor. Wie dat zijn, dat is ook niet wezenlijk om het systeem te doorgronden. Wat wel wezenlijk is, dat we gaan kijken naar hoe dat de macht in elkaar zit. De architectuur van de macht. En daarvoor gaan we kijken bij meneer Adam Wijshout. Die heeft daar in 1776 zeer interessante dingen over gedebatteerd. Maar wat heel belangrijk is, is ook van wat voor mensen doen die dingen waarvan wij denken van hoe kun je dat de godsnaam doen? En dat is onze buitenwereld, dat is wat we in onze buitenwereld waarnemen. Maar we hebben ook een binnenwereld, dus er kan niets gebeuren in de buitenwereld zonder dat je dat van binnen creëert. Dat is even weer een boude uitspraak. Maar het is gewoon, op het moment dat wij dingen toestaan, dan kunnen ze gebeuren. Op het moment dat wij een geloof hebben en dat aan het geloof vasthouden, dan gebeurt het. En dat geldt hier ook voor. Dus we gaan even kijken naar meneer Wijshout. Dat is een professor in de rechten van de Universiteit van Ingolstadt. Hij is tevens oprichter van de Illuminati in 1776. Dat heeft maar 3 jaar bestaan, want toen werden ze weer verboden. Toen zijn ze als naamloze vennootschap, dat zou het woord wel eens vandaan kunnen komen. Toen zijn ze in ieder geval zonder naam zijn ze doorgegaan. En nog zeer voortvarend. Hij heeft een onderzoek gedaan naar macht. En hij heeft geconstateerd dat macht stuk gaat door 2 zwakten. Door ijdelheid en door ethiek. En de ijdelheid, nou, vroeger had je de machthebber, dat was de koning. En de koning die in de belastingen van de mensen in het land. En als die koning te veel belasting van je inde, dan zag je gewoon, je kon gewoon zien wie dat was. Want al zijn soldaten die liepen met het wapen van de koning door de stad. Dus je wist gewoon bij wie je moest zijn als je verhaal wou halen. En dus als je als koning je macht overspeelde, je hand overspeelde, dan was je de pineut en dan was je je macht kwijt. En de tweede zwakheid van macht, waardoor macht kon sneven, was ethiek. Het zij dat mensen niet meer pakken, niet meer pikken, de manier waarop jij je macht uitoefent. Het zij dat je zelf last van je geweten krijgt. En macht, daar heeft een Pieter Stuurman, die ons ook zeer veel inspireert, die hier ook een verhaal over heeft geschreven, die zegt macht, mensen die macht uitoefenen, dus macht uitoefenen, dat is per definitie een beperking van iemand anders zijn vrijheid. Per definitie. En om terug te komen naar die ethiek. Op het moment dat jij zoveel macht uitoefent dat iemand anders zijn vrijheid zodanig wordt beknot dat hij niet meer pikt, dan is het gewoon einde oefening. En of je moet zelf last van je geweten krijgen. En dan stop je dus ook met het uitoefenen van die macht. En dan wordt iemand weer gewetensvol. Of wordt weer mens, zullen we zeggen. Nou, daar heeft hij een oplossing voor bedacht. Die heeft hij uitgewerkt met onder andere ook met bankiers. Omdat daar gewoon het geld zat in Duitsland. Maar ook op andere delen van Europa. En hij heeft gezegd van, gaan we kijken naar de ijdelheid. Op het moment dat jij zichtbaar bent, dan ben je dus gewoon traceerbaar en te pakken. Dus alles wat jou kan linken aan de macht, dat moet je zien te voorkomen. Dus je zorgt ervoor dat er iemand anders jouw uithangbord is. Dat iemand anders zichtbaar de macht uitoefent. En dat je zelf buiten schot blijft. Je gaat dus ook niet lopen, dus je staat ook niet in de quote 500. Je gaat niet vertellen dat je veel meer geld hebt dan 10 Bill Gates bij elkaar. En dat is alleen maar je tuinhuisje.
Je gaat gewoon ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk dat je uit de media blijft. Dat is niet zo moeilijk, want die zijn toch voor jou. Dus dat regel je gewoon. En uit de media blijven en iemand anders die heeft de zichtbare macht. En als de mensen na 4 jaar met hem klaar zijn, dan ruil je hem in voor iemand anders. En dan kunnen ze weer 4 jaar teleurstelling opbouwen. En dan kunnen ze weer iemand, dat noemen we stemmen en dat noemen we democratie. En stemmen is het wel, maar met democratie heeft het, als je het woord letterlijk neemt, heeft het gewoon helemaal niets te maken. En dan gaan we kijken naar de ethiek. In de ethiek zijn er eigenlijk, ja, dat staat ook in de Bijbel, zijn er 2 dingen. Gij zult niet stelen en gij zult niet doden. En dat zijn 2 hele lastige dingen als je last hebt van je geweten. Want als je macht uitoefent, dan is dat gewoon geheid. Je kan niet macht uitoefenen zonder dat je die dingen, zonder dat je belastingen int en zonder dat je mensen van de tegenpartij doodschiet of mensen in je eigen land. En dus je zal moeten komen met een, als je gaat kijken naar gij zult niet stelen, dan zul je iets moeten gaan doen waardoor het verwerven van kapitaal als doelstelling op zich iets wordt wat gewoon hoe dan ook het belangrijkste is dat er is. Ik heb dit verhaal al een aantal keer gelezen en ik vind het verrotte moeilijk om het uit te leggen, maar ik probeer gewoon de essentie over te brengen. Dat het om gaat dat je, ja, daarom is er ook zo'n enorme vereering van kapitaal en geld, met geld verdienen. Dat is zo ontzettend belangrijk. Dus als er iets moet worden gedaan in de zorg, dan wordt er meteen geroepen dat het geld kost. En terwijl elke maand wordt er 60 miljard bijgedrukt. Hoezo? We kunnen toch gewoon geld gaan scheppen? Dat kan. Maar geld met geld verdienen, dat is dus een heel belangrijk ding. En gij zult niet doden, dat is ook, dat hebben ze ook vervangen door een cultus van de vereering van de dood in te gaan voeren. Waardoor ze, waardoor zij het voor elkaar krijgen om zeer weinig last van hun geweten te hebben. En de politiek en de overheid, dat zijn dus de zichtbare uitvoerders van wat de onzichtbare werkelijke machthebbers gerealiseerd willen zien. Dat is de bottom line. En dan komen we bij het tweede ding wat ik net. Dus dan komen we bij de karakterkenmerken van leiders. Dan ga je doorspoelen. Dan komen we bij het beschrijven van psychopathie uit. Ik heb zelf even zitten knutselen in Paint op een Windows machientje. En de Twin Towers maar even verpakt in contant geld. Want wat er op 9-11 is gebeurd, heeft wel een andere emotionele uitwerking op ons, maar het is in wezen niet anders dan wat er met de aanval op contant geld gebeurt. Maar ook niet met de aanval op bejaardenhuizen en op de zorg en op alles wat belangrijk, ja, op het milieu, noem maar op, alles wat belangrijk is. Dat heeft in wezen, is dat met een Cessna naar binnen gevlogen. Wat voor mens moet je zijn om dingen te kunnen doen waarvan iedereen denkt van hoe kan je het nou voorzien? Dan moet je een persoonlijkheidsstructuur hebben die het mogelijk maakt om gewetenloze dingen te doen of te laten doen, te laten uitvoeren. En mensen die dus gewoon gewetenloos zijn omdat ze in hun jeugd of wanneer dan ook dingen hebben meegemaakt waardoor ze gewoon eigenlijk afgesloten zijn van hun gevoel en daar zelfs op worden getraind. Dus op worden getraind en worden geselecteerd. Dus hoe Weishaupt had ook een piramide bedacht van mensen die in de top, die weten precies wat de agenda is. En naarmate je verder naar beneden komt, wordt de laag van mensen die aan het werken is breder. Maar hun know-how van welke agenda dat ze dienen, die wordt kleiner. En ze beginnen steeds meer het idee te hebben dat ze nog voor het goede doel bezig zijn. Martin, hoort die man van de zorg, Martin Verijn, precies, dankjewel. Die, die is voor een bepaald deel is nog oprecht bezig met het verbeteren van de zorg. Maar dan wordt hij op een, alles werkt samen om dat niet voor elkaar te laten komen, zou ik maar zeggen. Maar
Kleinsma, die zit er totaal niet mee om pensioenen in te pikken en om mensen uit het bejaardenhuis te zetten. En dat mensen het zelf ook in de rolstoel. Dus ik, wat voor een karakterstructuur moet je dan hebben om dat te kunnen doen? Nou, dat, de karakterkenmerken die dat soort mensen hebben, die laten zich met één woord beschrijven en dat heet psychopathie. En dat is geen scheldwoord, maar dat is gewoon een nuchtere constatering. Psychopaten die laten zich niet veranderen, die gaan je echt niet meer veranderen. Ze laten zich ook niet verjagen. Dus er moet iets naast komen. En dat is heel belangrijk voor wat we gaan, ja, voor wat wij aan het doen zijn en waarvan wij vinden dat er moet gebeuren. Dan kom ik bij het derde uit. Dit was dus de buitenkant, wat er in onze buitenwereld gebeurt. En dan gaan we naar geloof nummer 2. Kom ik weer bij ons geloof uit en dan het geloof in een externe autoriteit. Het is eigenlijk gewoon, we hebben te maken met een klein clubje mensen die het voor elkaar hebben dat alles fantastisch congruent georganiseerd is. Dus de informatievoorziening middels media, onze opleidingen, onze voeding met alle E-nummertjes en bewerktheid en alle andere rommel die erin zit, onze wetgeving, onze informatievoorziening, alles werkt precies dezelfde kant op. Dus je kunt zeggen, ze hebben het echt verrotte goed georganiseerd. Het petje af. Dat ben ik serieus. Dat hebben ze gewoon heel knap gedaan. Alleen, het is een ongelooflijk klein clubje die externe autoriteit vertegenwoordigt. En er is een veel grotere groep, en dat is dan die onderkant van de piramide. Van welk percentage af mag je zelf bepalen. Maar dat zijn wij. En wat zij doen bestaat alleen maar bij de gratie van ons geloof, dat wij ons vertrouwen kunnen leggen in een autoriteit buiten ons. En dat geloof dat is vanzelf tot stand gekomen, dat is niet zo gek. Op het moment dat je geboren wordt, krijg je 50 keer per dag, nou misschien niet op het moment dat je geboren wordt, maar wel binnen zeer korte tijd daarna, krijg je gewoon heel vaak te horen dat iemand anders beter weet wat goed voor je is dan jij. Dus je pa en je moe, die weten het om te beginnen veel beter. Daarna de kleuterjuf en de meester op school. Daarna is het de kerk. En hoe heet dat? Nou, dan kom je nog uit bij je baas. Dus je krijgt heel vaak te horen dat iemand anders meer autoriteit over jou heeft dan dat je zelf hebt. En dat die autoriteit, die zijn wij dus geconditioneerd om weg te geven. En daarom bestaat wat er bestaat. Als wij de macht weggeven aan mensen in de politiek en daarna gaan lopen klagen dat ze het verkeerd doen, dat is een beetje raar. Want als je de keuze maakt om je macht weg te geven, dan geef je ook je verantwoordelijkheid weg. Dus je kan niet verwachten dat zij iets doen wat jij wil als jij je macht weggeeft. Dat is gewoon eigenlijk het hele verhaal. Nou, dit is over de structuur van de macht en waarom dat die macht kan bestaan. En wat die macht dus voor elkaar heeft gekregen. En dat begint allemaal met muntjes en bankbiljetten. Dat is wel grappig. Dan gaan we naar het weer. Het eind van het journaal. We gaan dus naar de weersvoorspelling. We hebben al, vooral in de alternatieve media hoor je heel vaak, we hebben al gehoord dat in het eerste kwartaal in de zomer van vorig jaar zou het hele bankensysteem crashen. Dat hebben we ook weer gehoord van dat er iets verschrikkelijks zou gebeuren op 23 september afgelopen jaar. 19 februari zou het bankensysteem crashen, de nieuwste datum is 19 maart. Dus zet het allemaal in je agenda en leef vrolijk verder. Maar ja, het risico dat er natuurlijk iets gaat gebeuren, dat is zeer groot aanwezig. Wat Ad net al zegt, de manier waarop de balansen van de banken vergiftigd zijn en de manier waarop ze die risico's op ons hebben afgewenteld, dat geeft genoeg reden tot prettige bezorgdheid. Dus geef jezelf goud als je van jezelf houdt, zou ik zeggen. Want als je geld hebt om weg te stoppen, dan zou ik dat in ieder geval niet doen in dingen die je niet kan beetpakken. Zoals aandelen en eentjes nulletjes op een bankcomputer. Maar gewoon in land, goud,
huizen, dat soort dingen. Dus niet in, niet in biljetjes. Ook niet in aandelen van goud, van goudmijnen en zo. Maar ja, we hebben ook al gehoord dat de Deutsche Bank op omvallen staat, maar dat horen we ook al een hele tijd. Dus hij zal best op omvallen staan, maar dat is net als het toren van Pisa. De kring blijft er overeind. En gaat het gebeuren of gaat het niet gebeuren? Ons scenario is in ieder geval neigt toch meer naar de sluipende salami-tactiek. En die ziet eruit dat, dat het plan is dat het contant geld, ja, dat het steeds verder, het wordt niet afgeschaft, want daar is de publieke opinie niet rijp voor. Maar je kan wel steeds meer mensen voor een voldongen feit stellen. Als die flappentap dicht gaat, ja, dan gaat die flappentap gewoon dicht. Wat doe je eraan? Als jij in plaats van 1200 euro per jaar, 500 euro per jaar moet gebruiken, moet betalen om je contant geld af te storten, dan ga je nog meer lopen zeuren of mensen alsjeblieft willen pinnen voor dit frietje. Ook al betaal je daar ook geld voor. Maar dat zie je niet. Je ziet dat de pensioenen dat die duikelen. De Nederlandse pensioenfondsen hebben nog nooit zoveel geld in kas gehad als nu. Maar door de rekenrente die wordt gehanteerd, ja, zitten ze zwaar in het rood, zogenaamd. En dat betekent dat gewoon onze pensioengerechtigden dat die elk jaar weer minder gaan vangen. Ik ben, mag jullie gerust weten, ik ben 58. En over 9 jaar. En tegen die tijd is het 12 jaar, dan is er gewoon helemaal niks meer. Dus dat maakt me ook geen enkele illusie om. Daarom ben ik gewoon lekker met dit werk bezig. En ik wil de wereld gewoon een ander smoeltje geven. Ja, iedereen is vrijwilliger. Ik hoorde laatst van een zwembad waarbij de directeur zijn vaste personeel eruit gooide. En vrijwilligers die in de bijstand zaten naar binnen haalde. Want hij moest wel. Dus dat is de wereld waar wij heen gaan. De Chinezen komen, dat zeiden Van Koot en de Bie in de jaren 80 ook al, maar nu komen ze echt. Niet met schietgeweren, maar ze kopen gewoon de hele boel op. En onze CEO die vinden ze even niet zoveel waard. Dus nou, die was het toch niet meer zoveel waard. Maar dus er komt gewoon een, ja, de Chinezen ook gewoon een uithangbord. Er komt weer een buitenlandse, want er komt weer, er gebeurt weer iets waar onze overheid niets aan kan doen. Dus die wij maar, dat wij maar als voldongen feit moeten slikken. Nou, wat we ook zien gebeuren is, de dollar is natuurlijk gewoon geen ene jota meer waard. Dat is één grote, er zijn alleen maar leugens op dat papiertje. En als de dollar in elkaar klapt, dan gaat de euro mee. En daarom zijn China en Rusland en overige BRICS-landen al heel druk bezig om daar weer een mooi voorzetscherm voor te organiseren. Ja, wat er ook gaat gebeuren, het is vreselijk handig, want als je kwijt bent, dan kunnen ze je zo weer terugvinden. Dat we worden gechipt. Je loopt gewoon langs de kassa en je doet zo en je hebt je boodschappen betaald. Nou, bij mij gaat het in ieder geval niet gebeuren. En dan gaan we naar één wereldmunt, één regering, één leider. En waar hebben we dat eerder gehoord en gelezen? Dat is waar wij zien dat het heen gaat, maar daar gaan we op 21 mei, dat hebben we net bedacht, gaan we daar een groot symposium over organiseren, bij deze uitgenodigd allemaal, om met een aantal mensen die daar gewoon kijk op hebben te debatteren over hoe dat het eruit gaat zien, maar ook hoe je daartoe kunt verhouden en wat je ermee kan doen. Want dat is gewoon heel belangrijk. En dan komen we bij het laatste punt van onze lezing. Ja, wat gaan we eraan doen? En dat gaan we samen doen. En dat willen we in integriteit gaan doen. En ja, het is ook heel belangrijk dat we wat gaan doen, maar vanuit wat ga je dat doen? Als, ik kom heel veel mensen tegen, vooral mensen die snappen wat er aan de hand zijn, die wakker geworden zijn, zou ik maar zeggen, maar die zo boos zijn door wat ze weten, dat ze eigenlijk in een hele lage energie zitten en niet meer in actie komen. Dus op het moment dat er weer wat gebeurt, dan zie je Facebook en Twitter ontploffen, maar de actie is navenant nul. En het is heel belangrijk dat we iets doen waardoor we iets samen gaan doen, want we zijn, ja, in je eentje sta je niet sterk, maar met elkaar wel. Dat je, ja, dat we samen iets gaan doen om ervoor te zorgen dat we in ieder geval de schade beperken voor de komende tijd. En dat we de boel weer om gaan draaien, als het nog kan. En waarom heeft hij het dan over integriteit?
dat de crisis waar wij in zitten, dat is niet een financiële crisis, dat is niet een monetaire crisis, dat is ook geen milieucrisis, het is geen energiecrisis. Wij zitten in een bewustzijnscrisis. Oftewel wel een integriteitscrisis. Wat is integriteit? Integriteit is zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Dat is een definitie die ik 16 jaar geleden heb gehoord en ik heb nooit een betere gehoord. Dus ik heb hem voorlopig vastgehouden. En je ziet gewoon dat wij helemaal, als je kijkt naar de politiek, daar wordt helemaal niks gezegd wat er gedaan wordt of gedaan wat er gezegd wordt. Daar is alles wat ze zeggen, daar kun je gewoon 180 graden omdraaien, bij wijze van spreken. Dus wij worden voorgeleefd geen integriteit te hoeven leven. En dat zie je natuurlijk ook op school. Dan zie je gewoon ook de hele opvoeding en de opleiding is erop gericht om mensen onder druk te zetten om punten te scoren. Maar niet om zichzelf te zijn, om zichzelf te ontwikkelen. En daarom zitten we in de bewustzijnscrisis, oftewel in de bewustzijnsvernauwing. En als mensen in angst zitten, dan vernauwt hun bewustzijn. Dus op het moment dat we overal bang voor zijn, we zijn bang voor ons inkomen. Op het moment dat je in de bijstand zit, dan moet je een tegenprestatie leveren, want anders... Dus mensen gaan allemaal dingen doen omdat ze bang zijn, niet omdat ze leven. Dus wij zitten in een bewustzijnscrisis. En hoe kom je... Ja, hoe krijg je dus een ander gedrag? Dat is de onderste stap. Nou, laat ik maar even eerst naar de gedragstheorie kijken. Als je mensen hun gedrag wil veranderen, zou je mensen hun houding ten opzichte van hun gedrag eerst moeten laten veranderen. En voor die houding heb je een ander bewustzijn nodig. Dat je gaat realiseren hoe het in elkaar zit. En dan kan je ook zien, oké, maar dan kan ik me ook anders toe verhouden. Bijvoorbeeld, ik heb nou het bewustzijn dat die lui ons hele financiële systeem hebben gepikt. Dat ze elke dag van me jatten. En dan kan ik dus de houding hebben dat ik daar heel boos over ben. Maar kan ook de houding ontwikkelen van, oké, wat gaan we er nou, hoe gaan we daar wat mee doen? En dat bepaalt je gedrag. Dus ik kan chagrijnig zijn, dan word ik een toetsenbordterroristje. En dan zit ik de hele dag achter Facebook te jeremiëren. En gebeurt er niks. Of ik ga iets anders doen. Een andere houding, dan heb ik ook ander gedrag. Dus dat is de samenhang. En wat we daarmee willen realiseren, dat is de honderdste aap. Dat is, ik had het straks al over Rupert Sheldrake. Dat is een Engelse wetenschapper. En die heeft gewoon ervaren dat er, kwantumfysica, we hebben het nulpunten energieveld. In wezen zijn wij allemaal één energie met elkaar verbonden. Dat leren we ook niet op school, maar dat is namelijk niet handig. Want als je dat zou weten, dan zou je vrij zijn. Dus dat gaan we niet op school leren. Dus wij doen een lekker Newton met die vallende appel en zo. Maar het is zo dat op het moment dat er genoeg mensen weten wat aan de hand is en ook op een energieniveau, op een trillingsgetal komen, dat ze daarmee het bewustzijn kunnen kantelen. En dat er dus een andere houding, een ander gedrag komt. En dat is waar wij met handje van tandje mee bezig zijn. En wat wij, onze missie is om, dat is een beetje lang, maar ik weet niet hoe we dat moeten veranderen nog, maar mensen inspireren om wakker te worden en op te staan, omdat ze andere mensen inspireren om wakker te worden en op te staan. Dat het heel belangrijk is dat je gaat praten met andere mensen, dat je gaat delen, dat je kennis gaat delen en dat je gaat verdiepen hoe het zit. Maar dat je dat op een manier doet waardoor je andere mensen uitnodigt. Want integriteit heeft ook te maken met de manier waarop je communiceert. Als ik vind dat jij, je weet nou hoe het zit, dus jij moet nou dat en dat doen. Want anders, dan gebeurt er allemaal iets verschrikkelijks. Dat is dus geen integere manier van communiceren. Want daarmee probeer je weer macht uit te oefenen over iemand anders. Als jij je zo kan gedragen dat je uitnodigt om een andere kijk te krijgen, om je te gaan verdiepen en om het bewustzijn te verspreiden. Dat is een manier waarop je, denk ik, veel meer bereikt. Tenminste, dat is een manier waarop wij het willen doen. Ik durf gerust wel te zeggen dat ik nog regelmatig de mist in ga, als het gaat om het gebied van integriteit. Maar ik ben tenminste al bewust onbekwaam. Dat is al een stukje minder erg dan onbewust onbekwaam. Nou, als jullie goede ideeën hebben, dan kunnen die naar info@handjecontantje.org. Daar houden we ons zeer voor aanbevolen. En nou, dan wil ik jullie ontzettend danken voor jullie aandacht. Dank je wel.
Pieter Stuurman Blogspot, blogspot.com, die schrijft ja, zeer verhelderend over, over alle dingen die ik zag. Over macht, over vrijheid, over liefde, over geld, over banken. Dat is zeer de moeite waard. En ik kan jullie ook allemaal aanraden om het boek Geld komt uit het niets van Ad te kopen. En die komt er vanzelf weer bovenuit. Dus dank jullie wel.